Deze week was er een mislukte aanslag in Nederland, mensen. Hebben we gewoon overleefd. Ja, dat is fijn, Bob. Dat is fijn. Konden we nog gewoon een show. Vind je ook niet flauw dat IS dan een mislukte aanslag niet claimt? Ja, want als ze lukken, dan zeggen ze dat altijd erbij. Zeggen ze, ja, dat waren wij. Maar als het mislukt, dan houden ze gewoon hun bek. Ik vind dat best wel flauw. Ik vind dat zelf een soort van mooi weerterrorisme. Waar ik een broertje dood aan heb. Ja, maar dat is toch ook... Wat ben je nou voor organisatie? Dus net als bij een sport, bij voetbal... Als een team verliest, heb je altijd nog wel interviews met het verliezende team. Ik vind gewoon dat als een aanslag mislukt... Dat IS wel gewoon voor de camera moet komen. En gewoon moet zeggen... Ja, dit is gewoon heel erg jammer. We hebben er gewoon kaart voor gewerkt met het hele team. Maar... Ja, dan blaas je eigen huis op meteen in de eerste minuut. Dat mag gewoon niet gebeuren op dit niveau. En zie je inderdaad dat we technisch tekort schieten, dat klopt. Maar volgende week Brussel uit, dat is altijd makkelijk. Dus dan kunnen we wat vertrouwen tanken. Ik vind ze ook sneuig. We waren altijd wel sneu, maar nu zijn ze wel echt... sneuwe organisaties geworden om mensen inrijden en dan met een mes zo mensen steken. En ik zei, jullie waren vroeger van vliegtuigen kapen en dan in torens vliegen. Dat is echt wel, dan moet je echt fantasierijk zijn. En nu dit, weet je. Denk zo, hè. Ik hoorde dat er vorig jaar was een aanslag in Spanje waarbij vier zelfmoordterroristen in één auto op mensen in gingen rijden. Nou, ik ben geen expert, maar huur dan vier auto's. Ja, je gaat toch niet bezuinigen op je zelfmoordaanslag? Ik mag heel even zeggen, kan je mijn eigen risico verlagen? Dan wil ik wel even... Huur dan gewoon een automaat. Het is toch fucking sneu dat jij gewoon een zelfmoordterrorist bent... en dat je dan achterin moet gaan zitten? Dat er misschien zo'n moment is voor de aanslag... dat je tegen die andere gast zegt... Hey, kan je alsjeblieft een beetje naar voren met je stoel? Zit een beetje krap hier zo. Jongens, heeft iedereen zijn gordel om? Is dit... Sukkels, man.